Hallo allemaal. Kunnen jullie mij horen? Ik ben heel even aan het kijken of het allemaal goed gaat, want het is bij Facebook, tenminste hier bij mij, weer helemaal veranderd. Ik moet even kijken waar ik de reacties kan lezen. En bij de ene gaat hij volgens mij sneller dan bij de ander. Even kijken hoor. Ja hoor, duidelijk. Oké, top. Ik heb het maar weer anders moeten doen. En ik denk altijd, het kan wel op het laatste moment. Maar ik moet daar toch 's middags eerst even nakijken of alles weer hetzelfde is. Want bij Facebook is het elke keer weer anders. Luid en duidelijk, oké. Dus ik moet nu een beetje over twee schermen kijken, want ik zie de opmerkingen die jullie geven nu helemaal onderaan mijn eigen beeld. En als ik ga scrollen, dan zie ik mijn beeld niet meer en dan zie ik ook niet of ik in beeld blijf met mijn handen. Hallo allemaal. Dus ja, het is even weer aanpassen, maar goed, dat weten we zo langzamerhand van Facebook. Goedenavond allemaal. Het was een beetje vroeg, maar ik denk dan kan ik alles even checken. Leuk dat jullie allemaal kijken. Beeldscherm nog een beetje draaien. Oké, zo. Nog beter beeld. Ik wacht even tot er nog wat meer mensen komen. Dan hoef ik het niet nog een keertje te doen. Hallo allemaal. Bij jou wordt je onderbroken, ja. Ik vertel net ook het verhaal alweer van Facebook. Dus ja, ik kan er niks aan doen. Het enige wat ik weet is dat vaak als je op je mobiel kijkt, het wel goed is. En ik geloof op tablet ook. Maar bij sommigen wil het gewoon niet. Niet fijn op de PC, ik weet het ook niet. Dus ik hoop dat het nog goed komt. Misschien even opnieuw opstarten, dat wil ook nog wel eens helpen. Hallo, hallo. Alweer Sylvia, Getsy Derry, wat is dat toch wat? Sorry. Leuk Marleen, gezellig. Ik ben, ja, ik zie mezelf. Het geluid valt weg. En wat is dat een gedoe met die opmerkingen? Want het verspringt steeds. Nou, ik weet het ook niet. Slechte verbinding. Ja, hier doet toch alles het goed? Beeld is goed. Zit goed bij de microfoon. Dus het spijt me. Hallo. Welkom. Hoi, hoi. Gaat goed hoor. Oké. Dankjewel, Petra. Ik begon al een beetje te shaken. Ik denk toch echt dat Facebook gewoon gek doet. Dan krijg ik het gevoel dat het alleen bij mij is en niet bij de anderen die live gaan. Bij Bettine gaat het ook goed. Oké, nou, ik ga me denk ik maar gewoon beginnen. Nogmaals, goedenavond allemaal. Leuk dat jullie weer bij mij komen kijken. Zoals jullie misschien weten, of misschien ook niet, is het morgen. Het is altijd de eerste zaterdag van oktober, is het World Cardmaking Day. En toen ik heel lang geleden al bij Hobby Vision zat, en dat, nou, ik denk dat ik over 8, 9 jaar misschien terugdenk moeten. Bedacht ik ook al voor deze dag altijd een leuk klein projectje. Maar ja, degene die mij kennen, ik ben niet meer zo van de kleine projectjes. Want ik blijf altijd lekker doorknutselen en dan ontstaat er toch weer wat groots. En, nou ja. Ook voor deze, voor nu heb ik dus weer wat verzonnen. Ik had al gezegd tegen Janine, dat win neem ik wel weer op me.
Vind ik leuk. En ja, World Card Making Day bestaat al heel lang. En sommigen hebben er wel van gehoord, sommigen niet. Maar gewoon lekker morgen de hele dag lekker knutselen. En maak lekker je dingetjes af. Of start met samen met mij nu een nieuw project. Er zijn pakketjes ook te verkrijgen in de webshop. Als het goed is, staat de link bovenaan, heb ik hem gezet. Daar vind je ook de artikelen die ik ongeveer gebruikt heb met mijn project. En daar kun je meedoen. Dus daar zit alles in, zoals al het cardstock. Er zit een snelhechter in die we gaan gebruiken. En nou, daar kun je gewoon lekker aan de slag. Ook de werkwijze komt straks in de groep. Dat zal ik er ook in zetten. Het filmpje vind je ook volgens mij nog in de shop terug. En ook de werkwijze. Dus we gaan gewoon beginnen. Om te beginnen gaan we eerst twee stroken cardstock snijden. Van 12,5 bij 30,5. Nee, ja, wel bij 30,5. Ik leg even wat aan de kant, want ik heb even ruimte nodig. Zo. En deze twee gaan we aan elkaar plakken. Want we gaan beginnen met de omslag van het album. De cover. Nee, niet echt de cover. Dit is een. Ja, hoe moet ik het zeggen? Dit is nog niet het album, maar hier komt het in als het ware. En ik plak dan tape hier op het randje. Ik probeer mee te lezen. Pincet, zo. Even goed aandrukken. Dan blijft het straks goed zitten. En ik geloof niet dat hier een echte voor- en een achterkant op zit. Nee. En daar plak ik aan elkaar. Zo heb ik dan een hele lange strook. Dan drukken we het weer goed aan. En die gaan we rillen. Dankjewel Bettine voor de link. Super. En deze gaan we rillen op 17. Ik moet even zoeken, want ik had een werkwijze voor mezelf gemaakt. Want al die rillijnen die vergeet ik snel. Dus we beginnen te rillen op 17. Oh, die is op. Ja. Hier heb ik nog wel een. 17. En dan komt 20,5. En dan komt 37,5. Nou, zo lang gaat mijn liniaal niet. Dus ik zet een klein streepje bij 30. En ik moet 37,5. Dus dan ga ik nog even 7,5 verder. En dan gaan we naar 41. Dus dat is 11,5 volgens mij. Zit ik daar goed? Ja. Nee, niet een half. Even weg dat streepje. Hier zat ik op 30 en ik moet naar 41, dus dat is gewoon 11. En dat zet ik ook de streepjes even aan de bovenkant. Zit ik goed in beeld? Ja, hè? Oké. Okay. 17. 20,5. Ik zet even een puntje bij 30, want ik moet nu naar 37,5. Waar zet ik nou mijn puntje? Nou zeg, door de weerkaatsing van het licht zie ik het niet. En dat is hier. Dus dan 37,5. En dan 41. En dan gaan we rillen, niet snijden. Kijken. Ik wil ook niet onder de camera hangen, want dan zien jullie mijn haardos. Dat is ook niet de bedoeling. Zo. En dan heb ik hier nog mijn streepjes. En heb ik ze? Oh nee, hier nog. Ik ben niet zo vaak meer 's avonds onder het lampenlicht aan het knutselen, dus ik moet even kijken. En je snijdt het hele strookje af op 58. Dit was 41. 41. Dit was 30. 30. 40. 50. En dan moet hier 58 zijn. Dan snijden we daar af. Wat ik al zei, de werkwijze komt ook met stap-voor-stap foto's straks in de groep. Dus dan kun je de railmaten gewoon makkelijk teruglezen.
En dan gaan we het boekje rillen. Met een vouwbeen even een scherpe vouw erin. Zo. En die andere kant ook. En die kant. Ik zie dat Mirjam een tip heeft voor slechte verbinding. Dus misschien moeten jullie die even lezen. Voor diegenen die er last van hebben. En dan heb je dus dit strookje. Ik moet maar even een beetje zo doen. En dan wordt dit zo de omslag. Dan komt hij eigenlijk zo. En dat is dan... ja, daar komt straks het albumpje in vast, zeg maar. Of tenminste, er komt nog iets in. En dan gaan we daar straks verder mee. Dus dit leg je nu even apart. Want we gaan nu een strook pakken van 24,8. Die heb ik hier liggen. Bij 6,5. En deze gaan we ook rillen. Pak maar weer de lange liniaal. Dat is wel zo handig. En dan gaan we rillen op. Even goed neerleggen. Zo, op 1. Op 4. Op 20,8. En op 23,8. Dus ook bovenlangs meteen. Op 1 weet ik nog. Op 4. En op 20,8 en 23,8. En dan gaan we dat even rillen. Nee joh, je kan het filmpje terugkijken en je hoeft niet meteen mee te doen. Dan kun je het gewoon lekker in je eigen tempo kun je het maken. En de maten staan ook in de werkwijze. En ik noem ze nu ook een paar keer op, dus dan moet het toch goed komen. Die heb ik. En dan gaan we op de korte kant gaan we rillen op 1 en 4. 1 en 4. Zo. En dan gaan we die ook rillen. En een 4. Zo. En dan ga ik dit eerst even vouwen. En dan ook maar weer even. Nee, het is niet, ik heb geen lijstje met huiswerk, zeg maar, opgeschreven. Dit is gewoon, ik doe het voor. En je mag het lekker zelf op een tijdstip doen waar je het goed uitkomt. Waar je even de rust hebt om het zelf te maken. Zo. En dan hebben we dit. Ik ga hem omdraaien, want we gaan dit in een speciale manier even knippen. Dat is nogal een beetje raar. Ik pak even mijn schaar. Wat ik ga doen, is de... tweede rillijn ga ik inknippen tot aan de bovenste rillijn. Wel op het ril een lijntje en zo. En dat doe ik ook aan deze kant. Dus niet de eerste rillijn, maar de tweede pak ik. En die ga ik inknippen. Als je liever snijdt, kan dat ook natuurlijk. Dan heb ik die heb ik los. Dan zie je hier een rilvouw. En dan ga ik ongeveer een centimeter onder ga ik er afknippen. En dat hoeft niet precies. En dat doe ik ook aan die kant. Dus dit is die bovenste rillijn. En daar ga ik een stuk onder. Dat haal ik eraf. Wat ik dan doe. Is van dit flapje. Ga ik een stukje schuin afknippen. En dat doe ik ook bij die rillijn. Ook een stukje schuin. En dan kun je dit er even afhalen, want dat gaat weg. Zo. Zie je, dan heb je een soort plakrandje gemaakt. En dat doen we ook aan deze kant. Schuin eraf. En dat doe ik ook bij die.
En dan het laatste stukje eraf. En dan houden we dit over. En dit kunnen we nou vouwen. De zijkanten ga je naar binnen doen. Oh ja, dan plakken we hem zo dicht met tape. Maar ik laat het eerst even zien. Zo vouwen we het naar binnen. Deze gaat naar binnen. En dan gaat deze er tegenaan. En dan heb je een soort bakje. Zie je? En dan gaan we op de randen tape plakken. Op de achterkant. Die. En deze kant. Draai ik hem weer om en dan plak ik hem, vouw ik hem omhoog en dan plak ik hem netjes tegen die andere en dan druk je het ook even aan en dit komt dan zo. Dus nu heb je een soort bakje gemaakt. Wat ik alvast doe is hier ook al tape plakken, want daarmee bevestig ik hem zo in de omslag. Op deze kant. Zo. Wil je nogmaals de maten geven? Waarvan? Welke maten bedoel je? Want ik ben natuurlijk alweer verder dan de omslag. Ze komen ook in de werkwijze hoor. Die ik straks post. Komt alles op te staan. Kun je het zo teruglezen? Ja, het spijt mij ook. Ik vind het heel vervelend. Ik weet ook niet wat ik eraan moet doen. En dan hebben we het bakje klaar. En dat gaat zo meteen. Ik heb hier de omslag gemaakt. En dit bakje. Met die kant waar we de tape hebben opgeplakt. Komt in het middenstuk van je omslag. Hier heb je dus de twee zijkanten. Dus in dit deel. Komt dit bakje geplakt. Maar ja, je moet dus eerst gaan beplakken met de zendpapier. Want dat is natuurlijk wel zo netjes. Dus wacht er even mee totdat je de omslag helemaal hebt beplakt. Met je eigen papiertje. En dit moet natuurlijk ook een beetje beplakt. De achterkant natuurlijk niet. Maar de binnenkant kun je plakken. En dan pas ga je hem hierin vastzetten. En dan kan je boekje, wat jij handig vindt, ben je links, doe je het andersom. Ben je rechts, doe je het andersom. En dan heb je dus zo eigenlijk al een, nou ja, je kan het nou zo niet zien, maar er zit een bodempje in. Dus dat is deel 1 van het projectje. Nou, dat was niet zo heel moeilijk. Ik ga de bladzijde omslaan. Wat we nu gaan doen is het boekje zelf. En daar heb ik bij nodig 3 kaartstok van 24,5 bij 16,5. En 3 keer dus. Niet met tape verstoppen, want dan vind ik hem straks niet meer. Dit worden de bladzijden in het boekje. Het is meteen al een rommeltje hier. Zo. Nergens last van hier. Nou, gelukkig. Ik ben blij dat er ook nog mensen zijn die nergens last van hebben. Gelukkig. Wat ik zei, 3 stukken kartstok van 24,5 keer 16,5. Daar gaan we bladzijden van maken en dan beginnen we weer, zoals gewoonlijk denk ik, met rillen. En dat gaan we op de lange kant doen eerst. En dan ga je rillen op 1,5 en 13. Dus 1,5 en op 13. Gaan we die eerst rillen. Dit is echt een heel makkelijk albumpje, maar met een heel leuk effect. Gewoon simpel, maar je kan er leuk wat fotootjes bijvoorbeeld in kwijt. Die heb ik gerild. En dan gaan we op de korte kant nog rillen op 1,5. Dus op de korte kant. Op 1,5. Zo.
filmpje komt ook op YouTube en je zult zien dat je het dan gewoon kan bekijken, dat je dan geen haperingen zijn. Zo, en dan ga ik eerst de vouwen maar erin stoppen. Was dat aan deze kant? Ja. Zo, en dit heb ik dus 3 maal. Dit moet je 3 keer doen straks. Want we krijgen 3 dezelfde pagina's in het boekje. Dus dan hebben we dit. Wat we nu gaan doen, is een stukje wegsnijden. En dat is dit stukje tot aan de railvouw. Dat gaan we eruit snijden. Je mag ook knippen als je dat handiger vindt. Maakt niet zoveel uit. Maar je gaat op die railvouw tot de eerste railvouw aan de zijkant. Ga je hem weghalen. Zo, zit nog een beetje vast. Zo. Dat gaan we eraf halen. En dan gaan we weer schuine stukjes knippen. Dit is het plakrandje. Gaan we ook deze gaan we weer tot het hoekje knippen. En dat doen we ook voor die railvouw aan de andere kant. En dan draai je hem om. En dan ga je hem... Nou, dat mag wel zo eigenlijk. Hoppakee. Zo. Dus dan hebben we dit. Nou, dat is ook nog niet zo moeilijk, dacht ik zo. En dan gaan we daar tape op plakken. Dit is de plakrand om het geheel vast te plakken. En dat gaan we... Je vouwt hem even dicht. En aan die kant ga je hem betapen. Ik weet niet eens of dat wel een goed Nederlands woord is. Dat bedenk ik nu zelf. Betapen. Zo. En dan ook weer natuurlijk goed aandrukken. Misschien kun je op je mobiel kijken, Els. Dat wil ook nog wel eens helpen. 1. 2. Dit vouw je dicht en dan klap je deze eroverheen. Wel recht. Maar als het goed is, en dat heb ik niet gedaan, is hij plakt hij natuurlijk meteen. Dat heb ik altijd. Maar zo. En dan heb je dus een soort zakje. Kijk. Ja, ik heb natuurlijk potlood erop, maar dat gum ik straks wel weg. En dit doe je 3 keer. Ik doe het nu 1 keer, want het is hetzelfde. En dan ga je met een pons. Ik heb een diameter, ik dacht van 2 centimeter. Oh nee, iets breder. 3,5. Ga ik de helft uit de voorkant ponsen. Even kijken. Even kijken of die in het midden zit. Oh, ik kan wel aangedrukt houden. Zo, even meten. 2 en een beetje. Nou, ietsje nog. Zo. En dan hebben we een soort zakje zelf gemaakt. Zie je? En dit doe je 3 keer. En ik had er al 2 gemaakt. Kijk. Dus die zijn klaar. Nou, ik denk niet dat dat heel erg moeilijk is. Als je zelf, als je een pakketje hebt gekocht, zitten daar ook strookjes dik chipboard in. Ik weet niet of ze al op maat zijn of dat je zelf nog moet snijden. Maar moet je ze zelf nog snijden, dan zijn deze stukjes 11,7 keer 1,5. En daar doe je 2 stuks van. Maar daar doen we even nog niks mee, maar dan kun je ze alvast snijden. Of dan weet je in ieder geval dat die op 11,7 bij 1,5 gesneden moeten worden. Het is een dikke chipboard, maar dat is ook de bedoeling. En dan hebben we nog nodig, we zijn er bijna. Eerst deze. 2 stukjes van 15,3 bij 11,7. Dus 15,3 bij 11,7. Bij 1 ervan gaan we rillen. En dat is op 1,7. 1,7. Dus op eentje, niet op allebei.
Zo. Je kan hem terugkijken, Jannie. En dat komt op YouTube. Is dit set van Kerstman? Nee, die workshop die geef ik 9 oktober in een geheime groep. Die workshop die moet je bestellen, zeg maar, via de webwinkel. En deze kun je gewoon nu lekker volgen en in eigen tempo kun je die maken. Ik heb dus eentje met een randje en ik heb eentje zonder een randje. Wat je nu gaat doen is pak je de binder. En die maak je los, want die bestaat uit twee delen. Kijk, je hebt een pootjesdeel en een gaatjesdeel, laat ik het zo maar zeggen. En we gaan nu de pootjes even aan de kant leggen. En we gaan deze aftekenen. Deze komt op die rand die we net gerild hebben. Andersom. Maakt niet zoveel uit, maar zo. En dan zorg je ervoor dat die in het midden van boven en onder en voor de railvouw en dan die kant. Ik doe het een beetje op het oog, maar je kan het natuurlijk uitmeten. Maar ik denk dat die zo aardig in het midden ligt. En dan teken ik die gaatjes af die in die hechter zit. Ja, dat is niet zo moeilijk. Leg je hem even apart. En dan pak je die zonder de vouw. Leg je deze op. Oh, je moet hem wel ponsen eerst. Dat is natuurlijk wel handig, anders kun je niet hetzelfde gaatje vinden. Dat is natuurlijk niet zo slim. Dus ik ga hem eerst even ponsen. Het is een groot gaatje, dus met een grote gaatjestang moet je die doen. Zo. En dan leg je die op die andere neer. Precies op dezelfde plek. Maar deze heeft natuurlijk geen railvouw. Maar dat geeft niet. En dan tekenen we deze ook af. En dan ponsen we daar ook de gaatjes in. Ja, die andere van de Dutch Doobie Doemal, die is volgende week. En die is in een besloten groep, zeg maar. Dan hebben we deze twee hebben we gehad. En dit wordt de voorkant en de achterkant van het boekje. Maar ik wil nog meer gaatjes ponsen. Ik ben nog niet klaar, want ik wil deze ook gaatjes hebben. Dus ik pak weer zo'n mal. En die leg ik erop. Ik zorg wel dat die goed aan de onderkant ligt. En dan teken ik dat ook af op die zakjes. Op alle drie. Dus aan de linkerkant. Leg je hem erop. En dan teken je die af. En dat doe je bij alle drie weer. Ik zie dat die iets groter is. Dan heb ik hem iets verkeerd gesneden. Maar daar zien we straks niks meer van. Zo. En dat doen we ook met deze. Goed neerleggen. 1, 2. En dan ook die natuurlijk ponsen. Even weer leeghalen, want er zitten nu allemaal stukjes in. Dat is 1. En dat doen we dus ook bij alle drie. De laatste. En de allerlaatste. Ja, zo. Moet hem zo nog één keer gebruiken. Dus nou hebben we de voorkant, de achterkant en de drie bladzijden van het boekje hebben we klaar. Maar we zijn er nog niet helemaal. Ik wil nog meer gaatjes. Want ik heb hier nog een klein stukje kartstok van 6 bij 11,7. Mijn gaatjestang heet niet Kareltje. Die heet gewoon gaatjestang. Oké. Dat heb ik gedaan. Dit is de voorkant. Ik moet even een stukje lezen, want anders gaat het fout. We hebben dit stukje. Hebben we nog gesneden. 6 keer 11,7. Die leggen we zo neer. En dan leggen we deze erbovenop tot de railvouw. Dat kun je ook zien als je hem omdraait. Dat je tot de railvouw
het strookje neerlegt en dan teken je hem af. En dan draai je hem om en dan doe je hem nog een keer. Zo. En zo. En dan ga je ook die gaatjes ponsen. Nou, dat is allemaal goed te doen, dacht ik zo. Heb je nou niet een gaatjestang, nou, dan moet je de gaatjes voorzichtig met een heel mooi schaartje knippen. Dat kan natuurlijk ook als je dit niet hebt, maar ik vind het een onmisbaar hulpmiddel, zeg maar. Zo. Nou, dan hebben we overal volgens mij de gaatjes in. Het chipboard moet ook nog trouwens. Dat zit ik me te bedenken. Dus leggen we ook deze op de chipboard. Van de zon, maakt niet uit wat je handig vindt. En dan zul je zien dat hij mooi bij die railvouw uitkomt. En dan teken je deze ook af. Dat is één. Waar is die andere? Ja. Netjes in het midden. En dan ben ik heel benieuwd, want ik wil dat ook met deze. Moet je wat meer kracht zetten, denk ik. Nou, hij glijdt er doorheen. Alleen even. Ja, daar is hij. Nou, kun je nagaan. 2 mm dik chipboard. En hij gaat er echt zomaar heel makkelijk in. Ik hoef niet eens veel kracht te zetten. Dat is 1. Dat is wel prettig. Val jij er nu uit? Nee, bijna. Huppakee. En dan doen we die andere ook. Even kijken. Dat is 1. Nou, eruit. Nee. Ja, en dan de laatste. Dag Roelie. Leuk dat je nog even om het hoekje komt kijken. Zo, nou, nu heb ik toch overal wel gaatjes in, dacht ik zo. Hebben we dat allemaal gehad? Ja, dan gaan we hem in elkaar zetten. Dat heb ik gehad, die heb ik gehad. En dan gaan we beginnen. Ik moet even in de goede volgorde leggen. Even een beetje ruimte maken. We beginnen met het achterkantje. Dat is die waar geen railvouw in zit. En dan pakken we de pootjes. En die gaan we van onderaf aan door de gaatjes heen steken. Daar beginnen we mee. Dan hebben we dit stuk. Het stukje met de 4 gaatjes. Die gaat er dan overheen. Zo. En dan gaan we de eerste bladzijde pakken. Je ziet er misschien niet uit als een bladzijde, maar zo worden ze genoemd. En die schuiven we er dan overheen. En dan pakken we een chipboarddeel. Die gaat er dan overheen. En dan pakken we weer een bladzij. Lijkt wel een puzzel. En dan pakken we weer een chipboarddeel. Oh, mijn pootje die zakt in elkaar, zo. Ja, precies, in de leren riem kun je hem ook heel goed gebruiken. En meerdere papier op elkaar gaat ook heel goed. Kijk eens. En dan deze. En wat je dan ziet is dit. En waarom nou die chipboard? Dan heb je wat meer ruimte tussen de bladzijdes. Want er zijn mensen, zoals ik, die houden van lekker veel, lekker dik, laagje op laagje. En als je dat nou niet zou doen, dan heb je bijna geen ruimte tussen die bladzijden. En dat is gewoon zonde. En dat willen we niet. Dus vandaar dat ik daar nu een stukje chipboard tussen heb gedaan. En nu is het een lastig karweitje, want nu gaat dit deel in een boogje over die pootjes heen. En het is krap, dus je moet die pootjes wel ietsje verbuigen. Maar ze zijn vrij flexibel. En dan duw je zo de binding eigenlijk, zeg maar, eroverheen.
En dan kun je de pootjes wel weer een beetje knap vouwen. En dan hebben we het laatste deel. Dat is de voorkant waar die vouw in zit. En die gaat er overheen. Zo. En dan sluiten we de hechter af met het gaatjesdeel. Die schuif je er overheen. En dan zie je hier die schuifjes. Ik weet niet of ik goed in beeld zo. Zie je die schuifjes? Dan doe je het eerst naar één kant. Pootje naar binnen. Schuif je er één overheen. De andere ook, maar die gaat weer terug. En dan zit je snelhechter. Zit vast. En dan heb je je boekje. En dan zit hier al een vouw in, maar in deze nog niet. Die kun je dus zo, als je rustig vouwt, kun je hier een vouw in maken. Zodat je straks makkelijker kunt bladeren in je boekje. Je mag het ook met een railpen doen, maar ik vond dit een beetje makkelijker. Want dan kun je al tegen de naad van de vorige, kun je hem omvouwen. En dan buig je hem zo om. En dan is dit je boekje. Heb ik een speed tempo? Is dat zo? Oké, okay, maar niemand doet toch mee. Dus ik probeer het al een paar keer in de herhaling te zeggen. Ik laat nog even de omslag zien. Kijk. Die hadden we al gemaakt met dat doosje. Ik kan hem er wel vast in plakken. Dan kun je ook meteen zien hoe het eindresultaat wordt, zeg maar. Eén, twee, hoppakee. En die komt dus, wat ik al zei, niet op het ding leggen, zo. We hebben hier die twee smalle stukjes, dat wordt de zijkanten. En in dit deel komt dat doosje geplakt. En die plak je gewoon stotend aan de onderkant en tussen die railvouwen. Even kijken of dat zo'n beetje kan. En zo, als het goed is, kunnen die kanten nog omhoog. En dan even goed aandrukken. Zo. En dan heb je je doosje. Of je omslag van je boekje. Dat is ook een boekje en dit is een omslag. Maar wat ik al eerder zei, eerst beplakken met dessinpapier. En dan pas je dit deel erin plakken. Dat is natuurlijk veel mooier. Want anders krijg je altijd daar een lelijke rand en het plakt wat moeilijk. Sorry. En dan als je boekje helemaal klaar is, dan kan die hierin. En dan kun je je boekje sluiten. En dan heb je je World Card Making project. En wat je dan nog kan doen, ik zei al, je kan zelf weten welke kant je hem open en dicht doet. Dat is maar net wat voor jou handig is. En voordat je dan dessinpapier op de voorkant plakt, ik doe hem zo open, denk ik. Dus dan gaat hier een lintje. Dan plak je hier een stukje tape. En dan... Zo. Ik heb in dit geval maar een stukje wit genomen, omdat ik nog niet weet of ik hem nog een keertje maak. En misschien geef ik hem wel weg aan iemand hier in de buurt. Dus dan plak ik aan de voorkant een stukje tape. Dan komt het papier overheen, dus dan zie je niks meer van dat lelijke... Een stukje lint daar en dan op dezelfde kant plak je op de binnenkant. Moet ik even goed neerleggen. En dan zet ik een streepje, die kan ik natuurlijk weer uitgummen, zo. En dan komt daar het tweede lintje. Zo. En dan ben ik het stipje kwijt volgens mij. Of zit die daar? Kijken. Hij zit moet iets lager. Ik plak dan voordat ik verder ga nog even deze eroverheen. Want dan zit alles straks aan elkaar. Kijk, en dan heb je je boekje. En dan kun je hem zo dicht strikken, zeg maar. En dan heb je je creatie klaar. En dat is het eigenlijk. Het is echt niet moeilijk. Wat kun je met een magneetje? De sluiting. Ja, dat zou je ook kunnen doen. Dan plak je hier een magneetje en daar. En dan klapt die dicht. Maar ik vind het leuk met een lintje. Ik zal mijn doosje... Jullie hebben al de voorkant kunnen zien. Ik heb hem dus nu aan die kant gedaan. Ik kwam er natuurlijk weer te laat achter dat ik er een sluiting op wilde. Dus dat was de plek waar ik het makkelijkste een beetje los kon halen. Dit is mijn voorkant van het albumpje.
geworden. Ik heb een lintje gebruikt van seam binding. Kan je ook kreukelen, maar dit keer vond ik het wel leuk om hem een beetje heel te houden. Wil je er echt kreukellint van maken? Ja, het makkelijkste is dan even lekker zo te doen. Even vasthouden en dan heb je kreukellint. Ja, dit is papier van Craft the Clock. Christmas time. En ik had al een paar avonden zitten knippen, want er zit zo'n heel mooi boekje bij vol met knipelementjes. En graag gedaan, Sophie. En die heb je hartstikke gelukkig al allemaal uitgeknipt. Dus dan is de kwestie van een beetje een leuk toefje maken. Ook dit is van Craft the Clock. Als het goed is, de link staat boven het filmpje. Daar vind je alle materialen. Tenminste, ik heb geprobeerd alle materialen erbij te zetten. De sneeuwballetjes. Ook dit zijn allemaal die knipelementjes. Een paar dingen zoals het touwtje komt uit eigen voorraad. En dan kun je hem losmaken. En dan heb ik hier nog Merry Christmas geplakt. Dat is uit een Elisabeth Craft Design Planner setje. Ook die staat in de link. En die vond ik wel een leuk lettertype om hierbij te gebruiken. Nou, de zijkant heb ik gewoon een heel mooi papiertje uit die serie geplakt. Ik weet niet of ik in beeld... Ik zal een beetje schuiven, dan kun je het een beetje zien, denk ik. Zo. Heb ik rustig gehouden met alleen een mooi papiertje. Hier had ik ook nog een pocket kunnen maken of iets dergelijks. Maar omdat hij al dicht gaat bovenop het boekje, heb ik dat maar niet gedaan. Nou ja, en dan hier zie je dus het bakje met waar het boekje dan in kan, zeg maar. Nou ja, achterkant is niet zoveel soeps. En dan hebben we hier het boekje. Ik heb de snelhechter nog versierd met een leuk lintje ook weer. En ja, het papier is op zich al zo mooi. Dus met die knipelementjes maak je er al snel iets heel leuks van, vind ik. En dan, ja, kijk. Heb je hier de bladzijdes. En zoals je ziet heb ik nog geen foto's. Want ja, het is nog geen kerst. Maar het is bijvoorbeeld ook leuk om hier recepten in te bewaren. Want hier heb ik ook nog niks in gedaan. Maar daar wil ik gewoon labels met foto's doen. Maar daar kun je nog een label inschuiven. Je moet er wel op letten dat als je hem in een doosje doet en je wilt er een label in, dat hij niet uit kan steken, want dan zit je met de dichtheid van je boekje. Dus daar moet je wel een beetje rekening mee houden. Maar dit kun je heel leuk versieren met, nou, wat ik al zei, recepten, foto's. Je kan er bijvoorbeeld adresjes in bewaren. Dat je zegt, ik heb hier echt een boekje voor de mensen die kerstkaartjes krijgen. En dan doe ik de adressen in. Dit is een pergamijnzakje, die heb ik even iets kleiner gemaakt. En daar heb ik pailletjes in gedaan. Maar daar kun je natuurlijk ook heel leuke foto in doen. Ook hier. Hier wou ik een foto, maar ik ben zo lekker aan het plakken geweest met die elementjes dat ik toch maar gewoon leuk beplakt heb. Nou, ook hier kan weer een foto in. Er kan natuurlijk wel meerdere in. Ik heb er maar even eentje in gedaan, maar je kan er meerdere in schuiven. Ook hier weer. En ja, het papier is toch helemaal leuk. En de laatste. Ook hier weer ruimte voor de foto. En ook al deze elementjes zitten gewoon in dat setje. Hier heb ik nog een klein mini envelopje. Altijd mijn favoriet om die te gebruiken. En de achterkant, wie het gemaakt heeft. En ook nog een paar bloemetjes. Nee, en niet te dik. Nou, je ziet het, bij mij staat hij alweer een beetje dik. Maar daarom heb ik het bakje al ruim iets groter gemaakt. Als wat ik in eerste instantie had. Dus en toen heb ik hem aangepast voor jullie en dan past hij er gewoon prima in. En dan sluit je hem weer. En dan heb je een leuk cadeautje. Ja, de snelhechters die staan er ook in. En anders zal ik die link nog even apart zoeken. Maar ik dacht dat die ook in die link staat boven het filmpje. En ik zal straks de foto's plaatsen van mijn project. En daar zal ik de link ook nog een keertje zeggen. Hierachter nog even, ik weet niet of dat goed te zien is, maar daar zie je een soort zakje zitten. Dat is een deel van een pocketletter. Ik wilde graag wat pailletjes daarin doen, maar ik wist niet hoe ik dat moest doen. Totdat ik een pocketletter zag, daar heb ik een vakje uitgeknipt. En daar heb ik, die heb ik iets korter gemaakt en die heb ik gevuld met die pailletjes en die heb ik erachter geplakt. Zo vallen je pailletjes er ook niet uit. Nou ja, dit was het eigenlijk. Ik ben blij dat jullie het leuk vonden. En ja, sorry dat een heleboel een beetje last hadden van Facebook.
Maar ik ga hem meteen zo downloaden op YouTube. Kunnen jullie daar ook terugkijken? Wat ik nog even wil zeggen, ik weet niet of iedereen een nieuwsbrief krijgt. En anders zou je die even via de webshop voor moeten aanmelden. Maar vanaf vanavond 6 uur tot morgenavond, nacht, zeg maar 12 uur, hebben jullie 10% korting op je bestelling. Morgen is het natuurlijk World Card Making Day, maar er is ook een demo-dag bij Hobby Vision. Vier hele leuke demo's. Allemaal Studio Light. En daarom hebben jullie allemaal 10% korting. Dus ga naar de shop. Bestel het pakketje ook van mij. Leuk. En ik geloof niet dat er op de pakketjes korting is. Moet ik wel even bijzeggen. Dat weet ik dus niet. Maar je hebt vast nog wel andere leuke dingen die je wil bestellen. En 10% is altijd meegenomen. Dus ga morgen ook allemaal kijken. Wordt hartstikke leuk. Ik ben er maandag weer, want dan gaan we de herfstchallenge doen. Maar daarover dan maandag meer. Dus voorlopig zijn jullie nog niet van ons af. Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan gaan maken. Het is natuurlijk ook leuk in een ander thema. Maar ja, we staan met kerst voor de deur. En hoe leuk is het om zoiets natuurlijk cadeau te doen, hè? Want je kan natuurlijk in dat boekje ook nog een hele leuke giftcard verstoppen. Dus dat is nou ook nog een heel leuk idee. Als je speciale mensen hebt waarvan je zegt, nou die geef ik echt wat leuks. Iets echt voor mij. Is dit natuurlijk heel simpel. En het is best snel gemaakt. En je ziet het. De maten komen in de bestanden te staan met stap-voor-stap foto's. Dus iedereen kan dit maken. Ik geloof niet dat er nog vragen zijn. Ik wens iedereen dan een heel fijn weekend. En een fijne avond natuurlijk. En voor wat mij betreft tot maandag. En wat Hobby Vision betreft tot morgen. Doei doeg!